kameraden, hand in hand. Mooi stadion, hè? Van Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord. Geen spelers. En die hebben we wel nodig, want dat is jouw probleem. Nou, ik ben wel goed in het veld met koppen en paas en schieten. Ah. Maar de trucjes heb ik nog niet goed door. Even kijken, dit is... Pelle. Matthijssen. En hebben we, dit is... Boetius. Wie zijn er nou heel goed in trucjes leren, denk jij? Nee, het maakt niet uit. Ze zijn allemaal goed. Ja. Wie hoop je nou nog te ontmoeten straks? Pelle, die is wel echt de ster van Feyenoord. Ja. Hey, Jordi. Hey, Jordi. Robust, voor. Ja, deze man die wil wat skills leren. En hij vroeg ons af wie daar nou het beste in is bij jullie bij Feyenoord. Nou, bij mij moet je daar niet mee zijn, denk ik. Dat zei ik al tegen hem, dat zei ik toch al tegen hem. Dan moet je... Ons heb je andere jongens in het team die dat kunnen. Dus Boetius, Filena. Oh, die twee. Dat zijn wel de jongens. Waarvan je dat zou kunnen leren. En hij is een gigantisch fan van... Pelle. Die ga ik even voor jou. Ga jij doen? Ja. Ja. Oh, toppie, ja. Hoi. Dat is even rond. Dat is het. Ja. En wat ben jij? 11. 11. En you are? I'm 28. 28. 28, ja. Dat is oud al, hè? Oud. Which position you play? Wat is je positie? Waar speel je? Rechts voor. Right. Winger. Right in front. Good. In the front. Yeah, can assist for my scorer, right? Yes. Yeah. Thank you, bye-bye. Goodness. Laat even zien met die bal dat jij dat niet in huis hebt. Zal ik dat niet in huis hebben? Zal ik nou eens dit doen en zeggen dat ik... Ja, stop maar. Zouden het toch de jonge jongetjes moeten zijn, hè? Yeah. De Filena's. De Filena's. De Boetius. Het gevaar is nog niet weg, Boetius. Combinatie, Boetius met een schot. Oh, wat een mooie. Wat een prachtig doelpunt. Hey, hoe gaat het? Ja, goed. Hey, ja, heel goed. Deze kleine man heeft ons een brief gestuurd. En ja, hij wil graag wat trucs leren. En nou is jullie naam heel erg vaak genoemd. Ja, dat is wel iets voor mij. Laat mij niet over. Ik ben er ook, hoor. Ik denk dat je hier bij mij kan wezen. Nee. Nou, maar ik... Ja, oh. Ja. Weet dat ik beter ben in 1-1. Jij hebt wel kwaliteit, maar... Wat heb je aan te bieden? Ik denk dat ik meer dan hem. Ja, wat heb jij meer? We gaan niet praten. We gaan het gewoon laten zien. We zullen zien wie er beter is. Waar gaan we heen? Ja, we gaan naar boven nemen, even mee naar de kleine ruimtes, hè? Maar daar moet het gebeuren. Natuurlijk. Ga je wat trucjes bij leren, of niet? Zo. Ja toch? Word je beste buitenspeler van het verschil van jullie? Welke trucs heb jij in huis? Ik heb voor hem in huis de schaar van Robinho. Ah, oh, nou, dan moet jij straks dan nog overheen zien te komen. Laten we zien hoe je gaatje eruit ziet. Kijken of we er wat aan kunnen verbeteren. Hey, een gaatje eruit. Ja. Die was van mij. Je hebt een gaatje in stilstand, net als wat jij deed, lekker kort. Maar als je hem meeneemt op snelheid en van daaruit, dan hou je dreiging vooruit. Snap je? Ja. Zie je? En dan kan je er nog meer achteraan gooien. Neem mee. Juist. 1, 2. Heerlijk. Meenemen. Hup. Heerlijk. Zie je? Huh? En als jij nou probeert even te verdedigen, oh ja, goed, dan kan hij kijken of hij het goed doet. Kom over de linkerbeen, dan zal hij zijn enkel breken. Heerlijk! Ja! Ietsje stevig! Gaan we over de linker doen. Wel lekker, hè? Eén keer pakken we een kei, nu pakken we een dubbele. Ja. Volgende keer verwachten dat je een dubbele doet. Doe je bijvoorbeeld een enkele. Eerst alleen rechts eromheen, links meenemen. Oké. Okay. En toch gewoon variatie erin houden. Gewoon lekker plezier houden in het spelletje. Hij kan het toch niet. Pak hem. Heerlijk. Tjap, tjap. Hey. Ja, heel goed. En dan zijn je aan de grond genageld. Nou, heb jij nog een leuke truc? Wat doe jij? De Zidane of de Aka. Ik ga het even voordoen. Ja. En daarna doe jij hem weer. Ja? Ja. Ga eroverheen. Ga ik met mijn rechter erop en neem ik hem mee. Ja, dus nu één keer snel. Links? Nee. Ah. Ja. Dat zag er wat soepel uit. Stijl. Kijk, je bent rechtsbenig, toch? Ja. Beter, geef jij maar die tip. Ik heb het gezien. Ik weet niet, Beter kan je met je andere voet pakken. Gewoon met je goede been erop. Draaien. Neem met deze gewoon mee. Je praat alleen. Doe jij het nou even. Dus doe jij het even voor de rechterkant, zodat we het kunnen zien. Ja, soepel. Uit. Ah, ja. Dit is goed. Gaan we nu even kijken of je het kan verdedigen? Precies, ja. We gaan kijken. Hij is gretig.
Hij is gelijk, hè? Dan was je weg. Wat mag ik vanaf die kant doen? Kom even naar lekker vanaf die kant doen. Nee, prettig. Ah, dit is een goed.